Met enige minuten vertraging open ik de technische briefing Taskforce Financieel Beheer. Aanwezig van de kant van de Kamer is de heer Slootweg van het CDA. Mevrouw van der Plas heeft zich aangemeld en die verwachten wij nog. De heer Van der Lee en de heer Efreem hebben zich helaas moeten afmelden. En van de zijde van allemaal ministerie van Financiën zijn aanwezig de heren Dister en Pot en mevrouw Lind. Zij gaan voor ons een briefing organiseren. En daarna is er gelegenheid, ik denk daarna het beste, gelegenheid voor vragen. Ik weet niet of u een volgorde van zitting gaat presenteren, maar ik geef het woord in ieder geval aan de heer Dister. En ik laat het gezien ook de samenstelling een beetje vrijelijk aan u om te wisselen. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de uitnodiging om een toelichting te geven op de Taskforce Verbetering Financieel Beheer. Mijn naam is Maurice Dister. Ik ben plaatsvervangend directeur begrotingszaken. En ik heb meegenomen de voorzitter en de programmamanager van de Taskforce. Die zullen zich zo meteen ook even voorstellen. En wij willen u graag informeren over de taskforce, wat de taskforce precies doet, hoe de aanpak verloopt. En hoe wij dus als de taskforce de verschillende vakdepartementen ondersteunt om het financieel beheer bij de departementen te verbeteren. U weet, elke minister is verantwoordelijk voor zijn eigen ministerie, voor zijn eigen beleid en uitvoering en ook voor het eigen financieel beheer. En de minister van Financiën heeft daar we noemen dat ook wel eens een systeemverantwoordelijkheid daarbij. En wij ondersteunen de departementen in hun aanpak van het financieel beheer. En ik denk dat het rondom de doelen denk ik ook het beste het woord kan geven aan de spreker Joop Pot. En dan komt er hier ook een mooie grote slide. Heel gedetailleerd, maar we kunnen u deze ook nog, we hebben printjes, dus die worden nu ook nog uitgedeeld. En dan kan Joop Pot dat even verder toelichten. Goedemiddag, Joop Pot. Ik heb een achtergrond bij het ministerie van Financiën en andere ministeries. Ik doe nu als trekker de taskforce. En ik kan heel veel zeggen, maar het lijkt mij het beste dat we gelijk even naar het plan van aanpak gaan. Daar op hoofdlijnen doorheen. Niet te gedetailleerd en dat u dan verder wat vragen stelt. En dan kunnen wij iets vertellen over onze werkwijze en wat we tegenkomen. Dus ik zou zeggen, Femke. Dankjewel. Femke Lind, programmamanager van de Taskforce. En ik ga een korte toelichting geven op het plan van aanpak. We halen er twee inhoudelijke onderwerpen uit die we wat meer in detail met jullie willen bespreken. Stel gerust vragen over alle onderwerpen die op het plan van aanpak staan. De vier lijnen die we hanteren, die heeft u ook al eerder in de verschillende kamerbrieven over de taskforce kunnen lezen. Waarbij denk ik de eerste lijn en de laatste lijn de meest belangrijke zijn. Hè? Vooral het geven van extra aandacht voor het financieel beheer bij de departementen. Dat is een belangrijke lijn. Dat doen we op allerlei verschillende manieren. En de laatste lijn, het versterken van de kennis en informatie over financieel beheer te versterken. Wat we vooral gedaan hebben is, wij praten veel met departementen over financieel beheer. Dat doen we op alle niveaus. Met secretarissen-generaal, directeuren FEZ, maar ook hoofden kaderstelling. Dat zijn mensen die vooral verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer en het maken van het jaarverslag bij zo'n departement. Dat helpt al, door het gewoon weer bespreekbaar te maken, dat het ook van belang is dat je daar naar kijkt. Mensen die beleid maken bij departementen integrale verantwoordelijkheid dragen. Dus niet alleen maar voor het uitvoeren van het beleid, maar ook de bedrijfsvoering die daarbij hoort. En wat voor risicovolle keuzes je daarin zou kunnen maken. Verder hebben we een klankbordgroep met ook verschillende andere partijen. Dus de Rekenkamer en de Auditdienst van het Rijk praat dan met ons mee over de verschillende casuïstiek. Wat we in die tweede lijn doen, het doorlichten van de regelgeving.
Ja, dat doen we zowel op de inhoud, hè, dus op een aantal van die prioritaire thema's kijken we gewoon, is de regelgeving nou belemmerend? Hebben we het nou extra complex gemaakt? Of, ontbreekt er wat? Of kan het ook minder? Met die bril kijken we vooral naar drie regelingen in de comptabele regelgeving. Dus de regeling financieel beheer bij het Rijk, de regeling audit committees en de regeling FVZ, besluit FVZ bij het Rijk, moet ik zeggen. Daar zien we nog niet grote voorbeelden waaruit wij opmaken dat de regelgeving, dat het zeg maar ligt aan de regelgeving, dat het financieel beheer meer aandacht moet krijgen. Maar we kijken er wel integraal naar. Mocht daar nou wat uitkomen wat wel aanpassing behoeft, dan nemen we dat mee in de evaluatie van de comptabiliteitswet, waar ook aan gewerkt wordt. Bij het versnellen van het inzicht in de tekortkoming, in die derde lijn. Ja, dat gaat vooral over weet een departement afdoende dat het in controle is. Daar heb je verschillende mechanismes voor. En wat we daar vooral doen is kijken bij departementen waar het relatief goed op orde is, om te kijken of je de goede voorbeelden kunt delen met departementen die daar meer mee zouden kunnen. Maar ook hebben we gekeken van, zou nou een verplichte proefafsluiting, dat is een beetje zo'n financieel-technische ingreep die je zou kunnen doen halverwege het jaar, omdat je dan niet hoeft te wachten tot de ADR aan het eind van het jaar de cijfers controleert. Geeft soms extra inzicht, maar is niet in alle gevallen de oplossing. Dus we kijken gewoon echt heel gericht naar wat zou kunnen helpen. Ja. En nogmaals, niet door het over te nemen van die departementen, want zij zijn echt zelf verantwoordelijk, maar wel mee te kijken in waar kunnen wij ze bij helpen. Dan die vierde lijn, het versterken van de expertise en informatieuitwisseling. Ik denk dat wel echt een van de belangrijkste punten is. Bij elkaar brengen van mensen die iets doen met financieel beheer. Dat ze interdepartementaal elkaar kennen. Bij elk departement werkt iemand die iets moet weten over verplichtingenbeheer. Dus wij brengen die mensen bij elkaar. En zo ontstaat er eigenlijk een soort netwerk als voorbeeld op zo'n thema waarbij mensen elkaar kunnen vinden. Van als je eens een keer ergens tegenaan loopt, dat je je collega bij een vergelijkbaar departement kunt bellen. Om vragen te stellen of hoe zouden jullie dit oplossen. En het klinkt als een heel eenvoudig voorbeeld, maar ja, in de waan van zo'n departement waar die ambtenaren hun best doen, helpt het gewoon om elkaar te kennen en op verschillende thema's. Dus dat is wat we vooral doen, van die expertsessies organiseren, de experts bij elkaar halen om van elkaar te leren. We hebben dus die vier lijnen, een beetje de lijnen waar langs we werken. En vervolgens hebben we gekeken welke inhoudelijke prioriteiten kun je nou eigenlijk als minister van Financiën bekijken, om te kijken of je daar verbetering kunt bewerkstelligen. Nou, die prioriteiten zijn gekozen op basis van waar is het nou het hardst nodig. Dus met name bij verplichtingenbeheer en de incidentele supplementaire begrotingen zagen we op basis van de jaarrekeningen 2021 dat daar wat te doen is. En die andere thema's zijn ook thema's waarbij je snel resultaat zou kunnen behalen. Misschien even ingaan op de eerste lijn. Misschien goed om even in te gaan op de allereerste lijn. Dat noemen wij awareness vergroten, gewoon aandacht vergroten. Doordat wij praten met die SG's, directeuren FVZ, met het SGO, al die SG's bij elkaar, al die directeuren FVZ apart bij elkaar, proberen wij in ieder geval de aandacht voor het financieel beheer te vergroten. Wij hoeven u niet te vertellen hoe Prinsjesdag afwijkt qua aandacht van Verantwoordingsdag. Nou, dat is hier natuurlijk ook zo. Er zitten heel veel mensen in die financiële functie die in de begrotingsvoorbereiding zitten. Dat is prima. Maar de kennis met betrekking tot financiële administraties en hoe de vastleggen enzovoort moet zijn, dat is dun gezaaid. En wij denken ook dat een van de dingen is om ze daar beter in op te leiden, de zittende mensen. Want de vraag is ook maar of je financials krijgt uit de markt of van de universiteiten die juist financiële administratie doen. Dat is echt dun gezaaid en daar moet je niet je hoop op hebben. Wel, wat zo gezegd is, de informatieuitwisseling. Wel, dat die mensen die financials zijn ook breder op te leiden. Liefst via die Academie van Financiën en Economie, om juist dit soort informatie, hoe je daarmee moet omgaan en hoe financiële administratie in elkaar zit, hoe je dat zou moeten doen.
In die gesprekken met die SG's kijken wij ook van... beste SG, steunt u de directeur FIZ voldoende... met betrekking tot oplossen van onrechtmatigheden en onvolkomenheden? Stuurt u goed om het wegwerken daarvan? Is daar een plan van aanpak? Waar bespreekt u dat? Van wij vinden, wij zien... je kunt het sturen rechtstreeks door een SG op de DG's met FIZ erbij... maar je kunt ook heel goed de auditcommittees daarvoor gebruiken. Elk departement heeft een auditcommittee. Daar zitten in de SG, de DG's, de directeur FIZ. Daar zitten bij, één keer per jaar, de AR. Oh, die is er wel vaker bij, die is op afroep. Maar, en de ADR, om die onvolkomenheden toe te lichten. Daar zitten externe leden bij. En dat is dus een momentum waarop, in mijn optiek... de secretaris-generaal kan zeggen, oké, onvolkomenheid A, waar zit die? In welk directoraat-generaal? Hoe pak je dat aan om, zeg maar, om dat weg te werken? Met ondersteuning van FIZ of hoe dan ook. Dat is het sturingmechanisme. En ook voor de Kamer, ik had net het verhaal, of ik zei even, het verschil tussen begrotingsvoorbereiding en zeg maar een verantwoordingsdag. Vragen stellen door een Kamer over die onrechtmatigheden, met name als ze langdurig of een paar jaar terugkomen, werkt heel louterend richting die departementen om die sturing te versterken. Maar ik vind ook dat de auditcommittees, de externe leden ook heel goed zeg maar de SG en de DG's kunnen bevragen op het feit van hoe wordt er aangepakt? Nou, het komt wel goed. Dat is voor mij onvoldoende gezien wat er de laatste jaren gebeurd is. Het is, ik wil dan een plan van aanpak zien. Ik wil dan om de 3 maanden monitoren. Ik weet het niet. Het ligt aan wat voor soort onvolkomenheden. Maar dat is volgens mij een heel belangrijke invalshoek... om de verantwoordelijkheid door die departementen zeg maar, te laten zien. En dat ze er echt voor staan. Van zij hangen ervoor. De minister van Financiën, ja, die stelt een taskforce in. Die gaat overal langs. Dat is ook uitstekend. Wij wijzen op een aantal dingen. We willen ze helpen. We willen ze faciliteren. Maar het is niet zo dat wij of Financiën de verantwoordelijkheid van andere departementen over kan nemen. Dat is denk ik ook even goed voor de eerste lijn. Vervolgens willen we u meenemen in de analyse van de incidentele supplementaire begrotingen. We zagen dus in de jaarrekeningen van 2021 dat daar veel misging. Wat we hier in kaart hebben gebracht is dat je ziet dat het aantal incidentele supplementaire begrotingen nog steeds fors is. Dat het beroep op artikel 2.27, hè, dat is waarbij de minister eigenlijk zegt tegen uw Kamer, wij gaan alvast uitgeven, ondanks dat u nog geen akkoord hebben gegeven op deze begrotingswijziging. Dat is nog steeds onverminderd hoog, maar je ziet wel dat het aantal keer dat artikel 2.27 wordt gebruikt, daalt. Dit zien we eigenlijk sinds de versterking van het budgetrecht van uw Kamer bij de implementatie van de Contabiliteitswet 2018. Er bij nieuw beleid altijd met een incidentele supplementaire begroting naar uw Kamer gegaan moet worden. En dus zien wij het aantal ISB's stijgen. Belangrijk dat die uitgaven of die verplichtingen niet worden aangegaan zonder dat uw Kamer daarop in geïnformeerd werd. Hè? Wat voor 2018 soms wel het geval was, dat er een beleidsbrief de Kamer naar werd gestuurd met aankondiging van wijziging beleid, met daarin een verwijzing naar de eerstvolgende begrotingsmoment waarin dat dan in de begroting geregeld zou worden. Ja, dat gebeurt nu natuurlijk helemaal niet meer. Dus die aanpassingen zijn ook de enige manier om op een rechtmatige manier de begroting aan te passen. We zien wel dat veel nieuw beleid plaatsvindt bij beleidswijzigingen met relatieve spoed. Dat zie je in de volgende figuur. We hebben een beetje geprobeerd te categoriseren naar het type ISB's waarvoor ze waren. En dan zie je met name de blauwe balken in deze opstelling. Dat zijn de corona-gerelateerde ISB's op diverse departementen. Je ziet in 2021 dat er voor toeslagen het een en ander is geweest. En je ziet in het afgelopen jaar dat ook spoedbesluitvorming rondom energie en Oekraïne leidt tot ISB's. Het is dus niet zo dat departementen echt voor allerlei andere dingen ook de begrotingen nog aanpassen.
Wij hopen dus wel dat er ook in 2023 het aantal ISB's blijft dalen. En dat hangt echt heel erg af van welke besluitvorming er nog plaatsvindt op welke spoeddossiers dit jaar. Ja, crisis er nog komt. Precies, ja. Een korte feitelijke vraag tussendoor. Ja. Bij die uitsplitsing van het analyse van het grote aantal ISB's, kunt u dan ook nog wat zeggen wanneer er een beroep wordt gedaan op 227 of niet? In die vorige figuur kan je het op totaalniveau wel zien. Wij hebben overzichtjes met welke ISB wel of niet een beroep is gedaan op artikel 2.27. Dus dat is wel beschikbaar. Dat blijkt alleen niet uit deze staartjes. Bij dit overzichtje kan je het wel zien, maar niet bij die per onderwerp, per dossier. Nee, ik zou... laat ik zo zeggen, het is een beetje... Mag ik natuurlijk niet zeggen, mierenneukerig. Maar ik zou het wel fijn vinden als ik zeg maar ook een overzicht had van de uitsplitsing van over welk onderwerp het is. Nu ga ik er bijna vanuit dat met name bij overig weinig een beroep daarop wordt gedaan. Maar klopt die vooronderstelling? Als de jaarverslagen nog niet gedrukt zijn, is dit een verzoek van Kamerlid Slootweg. Niet. Zullen we even naar kijken. Maar je kunt wel een algemene opmerking maken. Je zag dat in het begin, toen gingen al die departementen, om het rechtmatig te willen doen, gooiden ze zo'n ISB naar de Kamer toe. En daar gingen ze gelijk automatisch 227 invullen. Daar wordt nu door de departementen veel beter op gestuurd en zegt, waarom heb je dat nodig? Als het echt nodig is, moet je het doen. En daarom zie je daar ook een daling ontstaan. En ik verwacht ook dat er naar de toekomst ook een daling zal blijven te zijn. Aan de andere kant, een ISB is er niet voor niks. Als je een incident hebt en je wil het rechtmatig doen, moet je zo'n ISB sturen. Zo eenvoudig is het. De uitvoering van motie Heijnen. Ik weet niet, misschien dat je daar nog iets over kan zeggen. Ja, nou, u heeft natuurlijk, uw Kamer heeft ook verzocht aan de minister van Financiën om bij een beroep of bij ISB's en een beroep op 227 ook expliciet in te gaan op een aantal aspecten. Die brief hebben wij ook beantwoord. En als het goed is, doen de departementen ook. Ik kan nog even aanvullen dat tot vorige week vrijdag waren er in 2023 5 ISB's ingediend. Dus dat is een heel stuk minder als je dat vergelijkt met voorgaande jaren. En die hebben bijna allemaal te maken met of energie of Oekraïne. Dus daar kan je nog steeds ook wel van zeggen, er is een beroep nodig. Er moet snel gehandeld worden. Dus wij denken ook allemaal dat die echt nodig zijn. Wij proberen ook bij de departementen te benadrukken van, dit is ook wel een uiterste middel, hè? Want en zeker bij een beroep op 227, dan zet je het budgetrecht van de Kamer buitenspel. Dus dat zit volgens mij in ieder geval goed tussen de oren. Het is belangrijk dat ze dus ook dat motiveren waarom ze het doen op al die verschillende aspecten. We zullen het komend jaar ook blijven monitoren hoe vaak dat gebeurt. Harde duwen. De laatste figuur over incidentele supplementaire begrotingen. Wij hebben ook even gekeken van, het is een ingewikkeld plaatje hoor, maar het is bedoeld als een jaar. En dan elke keer als een ISB is ingediend in de Kamer, hebben wij er een streepje neergezet. En daar zie je dus dat het timing van ISB laat zich niet echt rondom bepaalde momenten vangen. We hebben dit gedaan om te kijken of je alternatieven kunt bedenken voor zoveel ISB's naar uw Kamer. Daar gaan we wel mee uitproberen of één een soort verzamel ISB-moment bij de komende Prinsjesdag zou kunnen helpen. Maar ik wilde u toch wel even deze uiteenzetting laten zien dat niet per se gelijk zo lijkt te zijn. En daar komt ook wel bij dat, als er dan zo'n verzamel ISB bij Prinsjesdag wordt ingediend, dat snelle behandeling bij de Kamer wel belangrijk is. Want anders helpt het alsnog niet op tijd het budgetrecht, een akkoord hebben van beide Kamers. Wil je nog iets kunnen uitgeven of verplichten in een lopend jaar? Dus het blijft een beetje zoeken naar, hoe zorg je er nou voor dat het wat minder wordt naast die ingreep die Maurice net al toelichtte.
Nou, dat even over ISB's. Sorry, het verplichtingenbeheer. Wat we hebben gezien is dat er eigenlijk... We hebben een analyse gedaan vanaf 2012. Ik weet niet hoe het zit voor die periode, maar... In ieder geval vanaf 2012 is er elk jaar wel een departement of meerdere departementen die issues heeft met verplichtingenbeheer. Dus er zijn onvolkomenheden of bevindingen van de auditdienst op. Het is echt een aandachtspunt wat altijd waarschijnlijk een aandachtspunt zal blijven. En we hebben even gekeken waar zitten die oorzaken nou precies, om daarna te kunnen bepalen wat kun je er als minister van Financiën nou mee. We zien vrij grote departementale verschillen. Dat zit ook in de aard van de departementen. Er zijn investeringsdepartementen waarbij het verplichtingenbeheer veel belangrijker onderdeel is van het totaal. En bij de niet-investeringsdepartementen zoals de departementen in het sociale domein, ja, daar speelt verplichtingenbeheer gewoon echt een stuk minder. En de kans dat het dan fout gaat is dan wel ook aanwezig als je dat een keer op een andere manier moet doen. We zien ook dat er geen koppeling is, of zeker niet bij alle departementen, geen koppeling is tussen de contractadministraties bij grote inkopen en de verplichtingenadministratie. Als je dat niet hebt, dan is er nog steeds geen man overboord. Maar dat maakt wel dat de kans dat er fouten worden gemaakt in het verplichtingenbeheer groot is. We zien ook dat de kennisborging, het aantal mensen wat echt weet hoe verplichtingenbeheer werkt bij het Rijk, is best laag. Dat komt ook omdat je, als je bijvoorbeeld een economische opleiding volgt, word je vooral in batenlasten natuurlijk opgeleid en helemaal niet in kassenverplichtingen. Dus de kennis is schaars en daar is weer iets wat waar het minister van Financiën wat aan zou kunnen doen. Wat we ook zien is dat er op de verplichtingen wel heel weinig politiek bestuurlijke aandacht is. En we zien natuurlijk het uitgavenplafond, daar wordt echt wel op gestuurd. Daar worden ook afspraken over gemaakt. En over de verplichtingen, daar geldt in principe geen plafond voor. Daar wordt ook echt minder aandacht aan besteed. Daardoor lijkt het misschien als alles goed gaat het er wat minder toe te doen. Terwijl het wel degelijk van belang is dat je dat ook op orde hebt. Vervolgens zijn we dus gaan kijken wat kun je dan vanuit het ministerie. Dan kun je dus vooral zorgen dat casuïstiek die op verschillende departementen heeft gespeeld breder bekend wordt. Zorgen dat best practices worden gedeeld. Zorgen dat er een goede beschrijving komt van verplichtingen en welke soorten en smaken er allemaal precies zijn en hoe je dat in je administraties, want je moet het zowel in je begrotingsadministratie als in je financiële administratie goed boekt. Zo'n handboek was er eigenlijk niet en wij zijn nu redelijk ver met het maken van zo'n handboek. We hebben tevens ook van die verplichtingenbeheer expertsessies gedaan waarbij we casuïstiek hebben gemaakt. Waar mensen vooral zijn om te leren. En dat is iets wat we tot in lengte vandaag kunnen herhalen. En wat we ook zullen doen is in de het standaard aanbod van financiële opleidingen dat de Rijksacademie verzorgt voor het Rijk, zullen we ook kijken of her en der wat meer verplichtingencasuïstiek toegevoegd kan worden aan de basisopleiding of de meer verdiepende opleiding. Ja, dat is het. De regelgeving denken we dat geen aanpassing behoeft op dit onderwerp. Maar wel meer toelichting bij de regelgeving. Dat is eigenlijk het belangrijkste bevinding. Dank u wel. Heel interessant. Als u de microfoon nog één keer uitdoet, mevrouw Lind. Dan... Sorry. Ja, het blijft ellendig. Maar de camera voor de mensen thuis stuurt er ook op. En in ieder geval de heer Alkaya van de SP wil ook graag zien wie er spreekt. Want hij luistert mee, liet hij mij weten. Dat de SG's thuis het ook weten. Ik ga eerst even naar de heer Slootweg voor een aantal vragen, denk ik. Als u meeschrijft, dan kan het erna. Ja. Nou, allereerst, het is toch altijd dan wel aardig om te horen dat vragen, als er al wat langere tijd onrechtmatigheid optreedt, dat dat toch effect heeft. Omdat ik me nog wel herinner dat het soms in de periode 2017-21 voor me wel trekken was. En dat je het idee had van, het komt elke keer weer terug.
Maar wat verbetert er nou door? Dus dat stukje feedback dat zou ik toch maar opvatten, ook richting mijn collega, versaagt er niet in, want het werkt dus wel. Dat is het eerste. Tweede, ik zie de inhoudelijke prioriteiten en ik probeer dan ook even op de allereerste sheet, ik probeer dat ook een beetje hoe zou ik zeggen, te rangschikken in mijn hoofd. Want zeker de zaken rond inhoudelijke of rond verplichting beheer en incidentele begroting, dat begrijp ik. Begrijp ik ook zeg maar vanuit die lijn die daarin voortkomt. Maar zo'n rechtmatigheidsdashboard, die zie ik dan ook bijvoorbeeld bij lijn 3 staan. Hoe moet ik die inhoudelijke prioriteiten een beetje wegen? Want ik had het idee dat die 1 en 2 voortkomen uit eigenlijk het hele traject. En waarin zie je nou die verbetering? Terwijl bij die rechtmatigheidsdashboard dat ik dacht, hé, dat is een instrument in lijn 3. Betekent dit nu eigenlijk dat dat instrument scherper moet worden? Of zit daar iets anders achter? Dus dat is eigenlijk een beetje een wat feitelijke vraag. En voorzitter, als u me nog even toestaat, dan mijn eerste. Je ziet dat er natuurlijk rond corona zijn er met spoed veel maatregelen getroffen. En de Oekraïne-crisis, energiecrisis, is wel weer net weer eentje van een wat andere orde. Merk je nou dat de ervaringen die geleerd zijn rond corona, dat bij wijze van spreken toch inslaat, waardoor men denkt, hey, bij een andere crisis weten we dat net wat makkelijker op te pakken en kunnen we dat traject nou ook verder neerzetten? Of is eigenlijk elke crisis weer zo van eigen aard dat het heel moeilijk is om de ervaringen van corona bij wijze van spreken op energie toe te passen? De heer Pot als eerste. Nou, eerst de antwoord op het verschil tussen meerjarige onrechtmatigheden, dat je ze telkens jaren terugkomt, of 3 jaar ziet, ten opzichte van 1 jaar. Dat wil niet direct zeggen dat er niet aandacht is. Het ligt ook aan de aard van de onrechtmatigheid. Dat vergt soms tijd. Het is niet zo, even wil je het even oplossen en is het volgende maand opgelost. Maar het is voor mij altijd wel een rode vlag. Dat kun je zien in de zin van, in welke mate wordt er door de topleiding van een departement daadwerkelijk gestuurd op het oplossen, zo gaan de gesprekken met de SG zo, ook over het oplossen van deze onrechtmatigheid. Van wat wij in het verleden wel tegenkwamen was, ja, we hebben het toen uitgezet en dan zijn we weer een jaar verder. Ja, dan zijn er weer andere prioriteiten. En dat proberen wij om te draaien en te zeggen, u SG, u bent niet voor niks SG, u bent integraal verantwoordelijk voor het hele apparaat, voor het wegwerken ervan. Dus u moet in overleg met uw betrokken DG en FIZ hier heel helder op sturen. En als dat gebeurt, als die aanpak, als dat gaat, dan ben ik ervan overtuigd dat je heel wat van die meerjarige zaken wegwerkt. En incidentele onrechtmatigheden of onvolkomenheden blijf je houden. Is ook niet erg. De accountant ziet dat en zegt, hey, dit kan beter. Dat is in een bedrijf zo, dat is bij de overheid zo. En als er serieuze aandacht op is en je kunt het wegwerken, dan is dat ook uitstekend. Zou het bijvoorbeeld helpen, hè? Want veel van die onrechtmatigheden wanneer die besproken worden, dat is rond de verantwoordingsdag en de jaarverslagen die besproken worden. Zou het helpen wanneer je eigenlijk de afspraak maakt van, nou ja, eigenlijk op het moment dat we hem zien, en min of meer dat hij uitgezet wordt bij een ministerie, dat daar in ieder geval een terugkoppeling bij plaatsvindt rond Prinsjesdag, zodat je een termijn neerzet en dat dat in ieder geval niet kan wegglijden van, nou, volgend jaar komt hij weer een keertje bovendrijven? In mijn optiek is het zo van, de eerste momentum waarop de sturing aanvangt, als je hem weet, dat is op het moment als de ADR en de HR met hun bevindingen komen. Meestal worden die gegeven in het audit committee. Dat is het eerste moment waarop de secretaris-generaal gewoon kan zeggen, hey, hoe pakken we dit aan? Waar is het van? Die belegt het dan op dat moment. Die geeft sturing aan en zegt, en dat gebeurt nog in mijn optiek te weinig. Ja, dus dat directoraat-generaal of die directeur-generaal, van die denken ook wel, oh, dat lost de FIZ wel op. Nee, die zit bij u als DG. Als je dat niet alleen helemaal kunt, FIZ, dat is het eerste momentum. Maar vervolgens, als je hem langer ziet, of je zegt van, hé, hey, de Kamer ziet dat, die zou best de vraag kunnen stellen. Nou, u bent ermee bezig, wat er altijd op gezegd natuurlijk, ja. Mag ik het plan van aanpakken zien? Van u zou ik graag zien de volgende keer. Als je dat doet, ja, dan heb je directe sturing vanuit de politiek op het wegwerken van onvolkomenheden.
Dus in die zin is dat altijd behulpzaam. En ik weet, politieke opmerkingen en zo, die werken altijd voor de democratie of voor de bureaucratie. Werkt altijd. Voor de democratie ook, hoor. Ja. Ik denk dat soms is de worsteling als Kamerlid, ga je niet te veel op de stoel van de bestuurder zitten. En je moet ook een cue hebben dat je weet, ja, dat plan van aanpak bij VWS zitten ze er bovenop en bij Defensie nog niet, ik noem maar wat. Maar daar hebben wij geen second opinion voor, omdat, en we hebben dat met de AR en de ADR besproken, kunnen jullie dat ons leveren? Dat is gewoon toch best wel ingewikkeld. En ik denk dat de vraag van de heer Slotenweg ook is, als je bijvoorbeeld zo'n soort tussentijdse afsluiting half jaar hebt, kunnen wij in de weken voor Prinsjesdag, voordat ook de Kamer weer geabsorbeerd wordt door vooruitblikken, misschien ook een tweede gesprek in het jaar organiseren als soort van, ja, dan heb je in ieder geval nog een extra moment om daarop te vragen. Maar dan moet er wel vanuit of de taskforce of een ander orgaan iets op tafel komen met, ja, dit is wel degene waar je dan op moet focussen. Nou, eerste punt even ingaan is op, dat was mijn valkuil ook. Ik dacht, joh, als het nou zo is dat een aantal van die onrechtmatigheden onvolkomenheden zijn enzovoort, waarom gaan we niet naar tussentijdse afsluitingen? Daarvan blij, omdat je dan even alles op één hoop moet gooien en neer moet zetten. Daarvan is gebleken dat die zeg maar oorzaken zo verschillend zijn. En zo'n tussentijdse afsluiting heeft alleen maar effect voor bepaalde onrechtmatigheden en onvolkomenheden. Dus dat is niet de panacee van alles. Als je dan een nieuw ICT-systeem invoert en je wilt het doen, is dat een hele goede om dat te doen. Tussentijds afsluiten, waar lopen we tegenaan? Dat je aan het eind het goed doet. Maar ik snap ook de tweede wel door te zeggen van, ik denk dat het voldoende is om te vragen naar een plan van aanpak. Niet om daar inhoudelijk helemaal op in te gaan, maar is er een plan van aanpak? En vooral bij onvolkomenheden die meerjarig zijn. Het kan soms terecht zijn, maar soms, zoals gezegd, is het ook met te weinig aandacht. Daar drukken wij en slaan wij op, zeg maar, binnen dit departement. Dat vind ik ook een beetje de taak van de stelselverantwoordelijke vanuit Financiën. Maar het departement zelf moet het doen, moet het aanpakken en oplossen. Misschien wel een mooi voorbeeld. De afgelopen jaren is er vanuit de commissie VWS veel aandacht voor de onvolkomenheden bij VWS. Er was nog een ander departement wat ook een ernstig onvolkomen had, Defensie. Daar is heel weinig naar geïnformeerd door de Kamer. En dat krijgen we dan ook van de directeur FIZ. Die zegt dan ook, dat is eigenlijk wel vreemd, dat daar heel weinig aandacht voor is. Ene kan natuurlijk makkelijk. Maar ja, het helpt niet om het goed op de agenda te krijgen. Want als er natuurlijk naar gevraagd wordt, of er komt een keer een AO over van hoe is het met de aanpak gesteld, ja, dat zorgt voor, nou, ja, zeg maar, die aandacht. Ja. Ja. En niet alleen bij Defensie inderdaad. Ik weet van Binnenlandse Zaken, ja, die hebben we ook een keer met een motie de toezegging gedaan dat ze elk half jaar iets vertellen over hun financieel beheer. En dat zijn gewoon kamerbrieven. En alleen al het moeten schrijven van die kamerbrief, dat helpt zo in zo'n departement. Dus, en ik weet dus niet of Prinsjesdag dan echt een momentum is, omdat er dan ook zoveel vooruitblikken gebeurt. Maar ja, misschien. En het heeft toch geholpen bij Binnenlandse Zaken? Bij Binnenlandse Zaken helpt het nog steeds. Dus in die zin zou ik dat ook, ja, elke keer als je zo'n vraag stelt of de motie in stand houdt, laat ik maar zeggen, dat helpt. Dan vooral ter verfijning van mijn vorige opmerkingen. Want kijk, er zijn 12 departementen. Ja. Al die woordvoerders mobiliseren en activeren als woordvoerder vanuit de commissie Rijksuitgaven, heb je hier belangstelling voor, is soms onbegonnen werk. Terwijl als het meer gefocust is door iemand anders geselecteerd, door jullie, door Algemene Rekenkamer, ADR, daar moet je naar vragen. Kijk, dan wordt het voor ons ook behapbaar om te zeggen, oké, dan zoomen wij in op degene die overblijven. Maar dan zou je bijvoorbeeld een samenvatting moeten hebben van de rapporten van de auditcomité's, waar al een analyse op is gedaan van, nou, daar gaat het goed en daar gaat het minder. En ik was voorzitter van de rekeningcommissie hier in de gemeenteraad. Ja, dan hadden we toch gewoon elk kwartaal een paar wethouders, de dienstverantwoordelijke samen met de algemeen directeur, die gewoon verschenen voor de rekeningencommissie om het te hebben over de voortgang. En dat
hielp toen in ieder geval heel erg. En ik denk dat het hier ongeveer hetzelfde zou werken. Maar dat was wel omdat daar de gemeentelijke accountantsdienst een soort voorselectie deed. Ja, waar gaat het nou de goede kant op en waar gaat het niet de goede kant op? En omdat jullie juist ook zo mooi beschrijven hier wat jullie allemaal doen om daarnaar te vragen, om het aan te moedigen. Denk, ja, wij hoeven niet vanuit de nul optie en vanuit een blanco papier te beginnen, want er gebeurt al zoveel. Dus dat is volgens mij waar wij zoeken naar, hoe kunnen we elkaar daar vinden en versterken. Daar hoeft geen antwoord op te komen, want het was geen vraag, maar ter toelichting op. Dus hou dat in gedachten ook om ons in positie te brengen als Commissie Rijksuitgaven. Zodat wij dat werk ook kunnen oppakken. En de berichten over defensie zijn geloof ik genoteerd door deze twee woordvoerders. Was er nog een vraag? Ik heb even volgens mij iets over de vraag blijven liggen nog even. Ja? Ja, kijk, ik zit wel gewoon te kijken omdat ik denk van ja, de kans is heel groot en dat hebben we toch ook een paar keer gezien en uit mijn hoofd was dat rond subsidiebeheer VWS, waarin ik in de vorige periode toch echt vaak aandacht heb gevraagd. Het lastige is inderdaad dat je bijna pas een jaar later, dus fijn trouwens om te weten dat bij Binnenlandse Zaken dat men dat op zo'n manier had opgelost, want dat helpt ook. Maar ik zit ook wel te zoeken van, kijk, op het moment dat je zegt, nou ja, na Prinsjesdag en je doet het een keer in november, dan weet ik wel dat al mijn collega's bezig zijn met die begroting op dat moment. Dus daarom vond ik het idee om te kijken, kun je dan net iets voor Prinsjesdag zijn? En dan zou je daarna namelijk, na de jaarwisseling, weer eens een moment kunnen hebben om dat te doen. En dan ben je alweer bijna bij het jaarverslag. Dus, misschien ook meer voor onze eigen werkwijze. En dan zit ik meer misschien hard op te denken dan tegen jullie aan te kletsen. Dat zijn in ieder geval van mijn kant overwegingen. Dan was er nog uit de eerste ronde inderdaad de vraag over prioritering. Daarnaast stuurt de minister van VWS ook altijd, zeg maar, voor verantwoordingsdag in april ook een brief over de aanpak van het verbetering financieel beheer. Dus die rapporteert daar ook meerdere keren per jaar over. Dus dan gebeurt het ook echt. Als laatste daarover, maar dat is dan uiteindelijk toch de ministerieel verantwoordelijke en niet een second opinion waar wij iets mee kunnen. Dus het is, die motie kan ik me heel goed herinneren. En ik denk dat dat ook kan helpen, zeker om de vakcommissies ook te positioneren. Maar waar wij dan toch behoefte aan hebben is, ja, is dit een mooi weerverhaal of gaat het inderdaad goed? Dan komen we nu alsnog op de andere vraag van de heer Slootweg, denk ik. De vraag over de prioritering van de prioriteiten, denk ik, als ik hem goed geïnterpreteerd heb. Ze zijn niet allemaal even groot, dus dat heeft u goed gezien. Om even in te zoomen op dat rechtmatigheidsdashboard. Het gaat ons niet zozeer om het instrument zelf. Het is een ICT-tool waarbij je kan bijhouden op artikelniveau of je al een onrechtmatigheid bent begaan of niet. Het gaat ons meer over, is het departement in staat om op die manier te kijken naar rechtmatigheid? En kun je de afweging maken tussen doelmatigheid en rechtmatigheid? En doe je dat bewust? En er zijn voorbeelden, daar wordt uw Kamer gelukkig ook behoorlijk goed en transparant over geïnformeerd, waarbij doelmatigheid of rechtvaardigheid voor een burger boven de rechtmatigheid van de uitgaven gaan. Dat zijn keuzes die je met elkaar maakt. Als je ze maar bewust maakt en transparant maakt, is er niks aan de hand. En dat rechtmatigheidsdashboard is vooral eigenlijk een tool. En sommige departementen hebben al zoiets als een rechtmatigheidsdashboard. Maar wat ons de indruk geeft, ja, oh, daar snappen ze hoe dit werkt. Nou, dat is prima. En dat is gewoon nog niet bij alle departementen helemaal in de haarvaten begrepen, laat ik maar zeggen. Dus daarom staat hij er wel als zodanig tussen. De heer Alkaya zit dus mee te luisteren en die vraagt ook nog. Oké, Defensie en VWS, u zegt dus een verschil van aandacht aan de kant van de Kamer. Maar hoe vertaalt dat zich nu concreet door naar hoe u het waarneemt binnen die departementen, de manier waarop het wordt opgepakt? Ziet u daar inderdaad een causaliteit of correlatie? Of is het zo, eigenlijk wordt dat voor die twee wel goed opgepakt? En misschien dat ik daar de vraag ook aan kan koppelen of u nog iets meer kunt zeggen over die verantwoordelijkheidsverdeling tussen financiën en
de afzonderlijke departementen. U bent duidelijk geweest, het is aanmoedigen en ondersteunen. Maar kijk, dat is ook gegeven de regelgeving zoals die nu is. En dat staat niet, denk ik, in de regeling financieel beheer, de regeling auditcomité's. Of u vindt dat we eigenlijk meer sturende rol moeten creëren voor u bijvoorbeeld richting deze FVZ. Of dat dat qua verantwoordelijkheidsverdeling ook oké is. Dat zijn er veel. Ik denk dat er bij al die departementen verschillende culturen zijn hoe men kijkt naar onrechtmatigheden en onvolkomenheden. Dat is één. De aard ervan is ook verschillend. En het is ook zo dat de top van de departementen daar verschillend in zitten. Als we het hebben over VWS, dan denk ik, toen die corona kwam, dat alles gericht was om het maatschappelijke hulp te bieden in plaats van je te focussen op de rechtmatigheid daarvan. Daar valt ook iets voor te zeggen en te begrijpen. Maar toch, elke keer als je nieuw beleid invoert, moet je wel weten, zit er een wettelijke basis? Hoe richten we dat in de financiële administraties in? Daar moet je wel oog voor hebben. Die financials moet je wel gelijk koppelen aan dat geheel. Bij Defensie weet ik in ieder geval die cultuur en die directeur RVC, toch een hoofddirecteur geloof ik, ik weet het verschil niet eens, maar die daarin zit, die zit daar heel hard in de sturing in. Dit is hun overkomen, een grote discussie en vervolgens is dat ook volgens mij in één jaar opgelost. Dus die cultuur was wel zo, ik wil dat niet hebben als baas RVC dat mij dit overkomt en als het me overkomt, dan moet het weg. En ik denk dat dat ook de goede attitude is. En anders krijg je een discussie met de controleurs. Dat kan ook nog een keer, dus ook helemaal niet erg om dat eens een keer te hebben, dat je een verschil van mening hebt, om het zo maar te zeggen. Soms is het zo dat accountants een andere professionele opvatting ineens kunnen hebben. Nou, dan zit je als departement, draai je niet zo, ben je niet zo wendbaar, zoals dat tegenwoordig heet, om dat gelijk even te herstellen. Een tweede deel van uw vraag, sorry. Eigenlijk is die systeemverantwoordelijkheid en zoals die in de. Maar misschien is meer evaluatie, comptabiliteitswetvraag hoor. Maar is dat nou iets waar je tegenaan loopt in de praktijk? Dat u zegt, ja, ik zie hier een plan van aanpak en ik vind het onvoldoende, maar ik heb geen sturingsmogelijkheden. En het wordt onvoldoende opgepakt door het vakdepartement zelf. Om maar een voorbeeld te noemen van hoe het zich kan wreken dat u niet een doorzettingsmacht heeft of andere sturingmogelijkheden. Nou, daar kan het volgende over, denk ik, over zeggen. Dat is A, die doorzettingsmacht heb je niet. Die wil je misschien ook niet hebben. Maar wat wel kan, dat is nu die taskforce. Die zit op het hoogste niveau daar mee te praten en te zeggen, hoe doe je dat? Als die taskforce straks voorbij is, om het zo maar eens te zeggen. Dan denk ik dat, en dat hebben we dit jaar ook gedaan, de directeur-generaal van de Rijksbegroting heeft zogenaamd wintergesprekken met de toppen van de verschillende departementen. Daar hebben wij dit jaar aan meegedaan. En in die gesprekken kan de Rijksbegroting, dus de systeemverantwoordelijke namens de minister, die kan daar natuurlijk heel goed aan de orde stellen. Wat zie ik? Ik zie dat u het goed aanpakt. Complimenten. Ik zie dat dit nu al 3 jaar duurt. Wat is nou het plan van aanpak? Hoe functioneert dat auditcommittee bij je? Secretaris-generaal, is het nou zo dat u het niet overziet of uw DG's zijn ongehoorzaam, waar zit hem dat? Dus in die zin heb je vanuit je systeemverantwoordelijkheid wel degelijk een invalshoek, zeg maar, om met het departement in gesprek te gaan en daar ook af en toe eens een beetje boos over te kunnen worden als het niet loopt. En anders, zeg ik, kun je sowieso de telefoon pakken om een gesprek daarover aan te gaan. Dus die systeemverantwoordelijkheid betekent voor mij gewoon, Financiën heeft daar aandacht voor. Ik ben voor de stelsel verantwoordelijk. Is het zo dat het stelsel knelt of niet toegespitst is op, dan moet je daar wat aan doen. Er wordt ook naar gekeken of je daar verbeteringen kunt aanbrengen. En anderszins kun je op elk moment in gesprek gaan als Rijksbegroting namens de minister van hoe pakken we dit aan? En ik heb er geen goed gevoel bij of juist prima. Hè? Helder, helder. Misschien daarop door, voortbordurend, als het mag, van de vraag of de taskforce, u zegt, zo meteen is die voorbij. En wat komt u nou tegen voor uw gevoel? Is dit achterstallig onderhoud wat zich in decennia heeft opgebouwd? Want bijvoorbeeld bij VWS zegt u, ja, ze waren daar bezig met het zorgen voor mensen en voor de samenleving in plaats van met financieel beheer. Ze hebben er ook 25 FTE bij gekregen, omdat het gewoon te dun was geworden en we eigenlijk
dat, nou niet in decennia, maar wel hebben laten ontstaan met z'n allen in het systeem. Dus is het achterstallig onderhoud van langere tijd? Is het een inhaalslag die door die crisis is ontstaan en nu moeten we even wat dingen repareren? Of zegt u, ja, hier is eigenlijk ook wel iets structureels aan de hand en zou het ook structureel meer geborgd moeten worden dat er meer aandacht voor wordt gevraagd, zoals u nu als een soort in een race als het ware doet? Als je meerdere jaren terug gaat kijken, dan is het zo dat elk departement had aan boord een sectie van de auditdienst Rijk. Die is gecentraliseerd op een bepaald moment, onafhankelijk gepositioneerd bij financiën. Op dat moment zie je daar wel dat er twee dingen gebeuren. Dat expertise is weggegaan op dit terrein. En het tweede is ook dat er ook bezuinigingsronden overheen gekomen zijn, waardoor ook niet, zeg maar, al die financials voldoende zijn ingeregeld en opgebouwd is aan kennis binnen alle departementen. Het verschilt per departement wat dat betreft, maar die twee oorzaken zie je. De laatste jaren zie je overigens dat in de financiële functie door de departementen zelf een aantal gewoon weer aan het groeien zijn. En daar is ook ruimte voor. Ik bedoel, het is tekort aan arbeidskrachten, er is ruimte in de begroting. En departementen willen dat ook wel. Verschilt heel erg bij departement. Maar om die expertise te versterken, zeggen wij ook, je moet ook bij de bestaande mensen gaan kijken. Maar in die opbouwfase zitten we wel. Dus we zijn wel door een bepaald dal gegaan. Maar wij constateren, gemiddeld genomen, er is expertise. Het is heel dun. Als je naar de toekomst kijkt, zijn dat meestal ook nog oudere mensen die straks die uitgestroomd zijn of straks uitstromen. Hoe borg je dat? Hoe doe je dat? En daarom zetten wij ook communities op tussen die FIZ'en die elkaar normaal niet opzoeken. Hè? Well, we zijn voor deze minister, maar gewoon qua kennisborging en uitwisseling om dat te versterken, als het ware. Ik hoop dat dat een antwoord is. Ja, we zeggen dus niet trek een extra batterij aan financials open, want die zijn er gewoon niet. Maar richt je op interdepartementale samenwerking. Nou, daar doet de minister van Financiën al behoorlijk veel aan. In werkgroepen en samenwerkingsverbanden, ook op risicomanagement bijvoorbeeld. En we proberen ook wel met departementen in gesprek te gaan om meer gebruik te gaan maken van datagedreven controles, waarbij je dus iets slimmer omgaat met de data. Nou, er zijn ook goede voorbeelden van. Er zijn departementen die daar simpelweg nog niet aan toe komen. Ik zeg het ook omdat ik als woordvoerder bijvoorbeeld in de justitiehoek zie ik gewoon, ja, daar is echt de les geleerd. Je moet niet zomaar bezuinigen op die rechterlijke macht en op het Openbaar Ministerie, want het duurt 10 jaar voordat je het hebt ingelopen en die doorloopt. Ik heb niet hetzelfde gevoel in politiek Den Haag, zal ik maar zeggen, aan deze kant, dat die les evenveel geïnternaliseerd is en dat het, hoe kwetsbaar het ons heeft gemaakt dat er dat soort bezuinigingsrondes daar zijn neergeslagen. Dus dat is meer de zoektocht die ik dan even expliciteer, hoe we dat ook nog kunnen laten beklijven. Want op een gegeven moment zal er weer een keer gekeken worden naar bezuiniging. Misschien nog een andere vraag over het verplichtingenbeheer. Want daar zoek ik ook nog wel naar. Wat kunnen wij daar nou aan de Kamerkant ook doen om daar nog meer aandacht voor te krijgen? Want dat is denk ik hier toch ook een relatief blinde vlek. Heeft u daar nog suggesties voor ons handelingsperspectief? Ja, het klinkt een beetje raar om te zeggen, maar eigenlijk wat wij ook zeggen tegen de ambtelijke top is, laat je wel opleiden tot wat het precies is, waar het je bij kan helpen. Want voor de Kamer is het ook een tool om te kijken hoeveel budgetruimte er nog in de toekomst zit. En ik denk dat u daar eigenlijk nauwelijks gebruik van maakt in de discussies met de departementen. Dus het voelt bijna gek om te zeggen, maar zorg dat je er voldoende verstand van hebt. Ja. Misschien kunt u dan de gelegenheid gebruiken om ons meteen de basis even nog op te frissen. Dat is niet hetzelfde als meerjarig amenderen. Want dat is een van de dingen waar we het veel over hebben in het kader van de compatibiliteitswet. Maar u zegt eigenlijk, dit is nog weer een andere dimensie van budgetflexibiliteit. Ja, want u moet zien, hè, dat verplichten gaat vooraf de betaling. Dus als Defensie een grote order voor nieuwe vliegtuigen bestelt, dan gaan ze nu de verplichting aan, zeg maar nu voor dat gehele bedrag. En die vliegtuigen die hebben vaak hele lange leeftijd. Dus die uitgaven komen pas jaren later. Dus voor de Kamer is het belangrijkste dat verplichtingenmoment. En als je eenmaal dat contract hebt gesloten, ja, dan moet je dat nakomen. Dan krijg je ze en dan moet je ook betalen.
Maar daar heeft Defensie volgens mij een heel mooi systeem voor, dat het helemaal wordt gevolgd en de Kamer wordt bij alle beslissingen betrokken. Dus dat zit bij dat soort investeringsdepartementen zit dat er wel in. Maar daar heeft u dus als Kamer op dat moment heeft u de meeste sturingsmogelijkheden. Niet meer eigenlijk op die kasuitgaven die later voeren. We hebben in Nederland het systeem van dat we begroten, een begrotingswetsvoorstel per jaar. Dus daar staat de verplichtingenruimte in. Je kan niet de verplichtingenruimte van het jaar daarna al benutten. Want ja, dat jaar is nog niet geopend. We starten echt pas op 1 januari. Dus op 1 januari kan je een nieuwe verplichting aangaan, of een verplichting aangaan ten laste van het net beschikbaar gestelde verplichtingenbudget. En dat heeft gevolgen tot kasuitgaven in latere jaren. Dus ja, die verplichtingenruimte is eigenlijk, verplichtingenbudget is eigenlijk, als je het puur bekijkt qua sturing, relevanter dan kasuitgaven. Maar we zijn allemaal heel traditioneel geschoold op tekorten. Die benadrukken we in kasuitgaven. Staatsschuld, dus allemaal kasuitgaven. En bij verplichtingen heb je natuurlijk ook altijd onzekerheid van, ja, gaan die ooit allemaal tot uitbetaling komen? Dus het slot op de deur van die kas, daar zit de nadruk op. Ja, aan de andere kant, in het jaarverslag staat wel heel netjes, als je op de saldibalans kijkt, ja, dan moet je ver doorbladeren in de departementale jaarverslagen. Daar staan alle openstaande verplichtingen. En dan ziet u bijvoorbeeld dat bij de SDE-regeling, bij EZK, dat er nog de komende jaren nog voor tientallen miljarden aan energiesubsidies moeten worden uitbetaald aan producenten van duurzame energie. En dat ligt dus eigenlijk al vast. En ja, dus die verplichtingen is echt het ondergeschoven kindje, als u het mij vraagt. Ik voel een vervolgcursus aankomen. Maar, want volgens mij hebben we hier. Ja. Maar dan is het zowel dus het jaar als je ze aangaat, maar eigenlijk ook nog meer op waar ze op drukken. Ja. Want ik heb het idee dat we het daar best wel vaak ook over hebben. En dat het dan toch ook de ruimte beperkt van de Kamer om vervolgens iets te kunnen sturen in het jaar dat wordt geopend. Dat klopt. Departementen bereiden zich natuurlijk altijd voor. Want die weten hoeveel budget ze gaan krijgen. Of in ieder geval dat is uitonderhandeld. Er wordt met Prinsjesdag gepresenteerd. En de organisatie gaat zich gewoon voorbereiden om dat volledige budget te benutten. Want ja, dat is gerelateerd aan de doelen. Dus die laten weinig ruimte over, in principe bijna niet, om nog andere uitgaven te doen. Die richten zich natuurlijk met de voorbereiding op al die plannen. Dan wordt er ook altijd gepresenteerd aan uw Kamer van, ja, er is heel weinig budgetflexibiliteit. Want ja, het is allemaal bedacht met plannen. Oh, we gaan dit doen en we gaan zus doen en we starten een programma zo en zo. En dat is vanuit de ambtelijke organisatie is dat heel logisch om je daar goed op voor te bereiden. Dus dat knelt ook natuurlijk met de wens van de Kamer om daar nog weer dan wat bij te sturen. We gaan over ons graf heen regeren. Dat is volgens mij de oproep. Ik kijk nog even naar de heer Sloten. Ik heb maar een laatste vraag. Over wat er nou precies geleerd is. Hè? Of, kun je leren van de crisis van corona om dat toe te passen op Oekraïne en energie? Of zijn die zo andersoortig dat dat eigenlijk niet heel veel helpt? Dat was. Ja, dat vind ik eigenlijk juist wel mooi aan die rondes die wij langs het departement maken. Dat ze heel goed weten waar de financieel beheermissers zitten. We hebben afgesproken, we gaan geen voorbeelden noemen van departementen. Maar er zijn departementen die nu een aantal van die crisisdossiers hebben. Die bij hun collega's van toeslagen of Groningen gaan praten om te vragen, waar zijn jullie tegen aangelopen in het financieel beheer? Ik denk dat dat het mooie voorbeeld is van het feit dat al die casuïstiek die er geweest is, hoe treurig ook, wel breed gedeeld is. En zeker onder de financials weet iedereen wel van elkaar waar de pijn zit en waar je dus op moet letten. En nou, ik denk bij financiën, elke crisis die er is, hijsen wij de vlag, pas op, pas op. En laat vooral financials meekijken. Ja, het zijn vaak wel de mensen die zeggen, ja, alle beren op de weg en vertragen, vertragen. Maar ja, je hebt er wel naar te luisteren, anders heb je de volgende crisis
op financieel beheergebied te pakken. Dus in die zin, het leeft nu. En de vraag is vooral, hoe hou je dat de komende jaren levend? Want als dit weer weg hebt, dan zal financieel beheer is iets waar je vooral geen last van moet hebben binnen een departement. Want jij moet je beleidsdoelen halen. En die zijn politiek gezien natuurlijk ook veel belangrijker dan financieel beheer. Dus het gaat steeds om hoe hou je die balans levend en actueel. Maar je kunt deze zin wel uitspreken. We weten niet welke crisis er allemaal komen. Maar als er een crisis is ten behoeve van een bepaald departement, dat is het grootste risico voor onrechtmatigheid en tekortkoming in het financieel beheer. Dat zie je overal en elke keer. Dan denk je van ja, niet elke crisis is hetzelfde. Niet al die organisaties weten precies van die crisis hoe die aangepakt zijn bij die verschillende departementen. Er is wel informatieuitwisseling en men vraagt er wel naar. Maar elke crisis is weer een crisis aan de kant. We moeten nu handelen. Ja, en dat is het grootste risico wat erin zit. En soms, zeg ik daar altijd bij, soms gaat rechtvaardigheid ook voor rechtmatigheid. Maar dat is een keuze die je dan maakt. Ja, niks mis mee als je hem transparant maakt richting de Kamer en wie dan ook. Mooie afrondende stichtelijke woorden, denk ik. Uitstekend. Dan danken wij u heel hartelijk namens de aanwezige leden en de meeluisterende leden voor uw presentatie en de eerlijke en open beantwoording van onze vragen. Ik denk dat het ons in ieder geval richting verantwoordingsdag en de debatten daaromheen, richting onze fracties en voor onze eigen inbreng heel veel verder heeft geholpen. Dus heel veel dank daarvoor. En wellicht dat we elkaar nog een keer treffen in een van deze zalen. Dank u wel. En dan sluit ik deze briefing.